Wat hebben we hier allemaal voor nodig? Nou, papier. En dat mag aquarelpapier zijn of DCB-papier of ander papiersoort. Als je er maar rekening mee houdt dat je heel veel water gebruikt. Nou, ik gebruik de aquarelpapier zo. Penseeltjes. En dat mag dik en dun zijn. Dat is net wat u fijn vindt. Dye inkt. En dat mag uit een flesje zijn. Maar als u alleen maar een inkpad hebt, kan u dat ook doen. Water. Een lijmpistool. Een heattool. Een craft sheet. En mijn overbekende bakjes met embossingpoeder. Ik heb hier de Concord Star. Nou, wat gaan we doen? We gaan met het lijmpistool figuurtjes op het papier maken. En het is handig als u van tevoren een beetje weet wat u wilt. Of u hem recht wil hebben of de korte kant. Net wat u zelf fijn vindt. Ik zal dit even opzij zetten, dan is dat wat handiger, denk ik. Nou, ik maak hem overdwars. Dus de korte kant neem ik. Zorgt u wel dat een beetje dikkere lijnen zijn, niet de hele ile lijnen. U krijgt wel, zeg maar, allemaal draden. En dat is op zich niet erg. Dat, die laat ik altijd zitten. Maar als u dat heel vervelend vindt, dan kan u dat natuurlijk wel weghalen. Ik zal er even een nieuwe lijmstift in doen, dat is wel handig natuurlijk. Nou, maak ik nu gelijk voor twee kaarten tegelijk. Ik snij hem dadelijk door midden. Oh. Zo. Nou, dit kan drogen. Maar daar ga ik natuurlijk nu niet op zitten wachten. Dus dat leg ik even apart. En daar heb ik een nieuwe voor. Dat is deze. Deze is al droog. Ziet u dat? Nou, wat gaan we doen? We gaan de lijm gaan we weer warm maken met een heattool. En dan gaan we daarna overheen embossen. En u zal zien dat als je hem warm maakt, dat het weer een beetje transparant wordt. Doe geen grote stukken tegelijk. Als u zo'n blaadje hebt, dan zou ik hem door de helft doen. Bij mij is hij nu transparant geworden. En het leuke is dat dan alle lijnen zichtbaar worden. Kijk maar. Ziet u dat? Zo iets dichterbij. Leuk, hè? Ja, dat gaan we dan gewoon weer hier toelen. Dus dan gaat hij weer smelten, zeg maar. Je hoeft hem niet echt super goed af te slaan. Want als er wat achter is gebleven, maakt het juist erg leuk. Als het gesmolten is, dan doet u het tweede gedeelte ook. Ook al is het niet helemaal gedekt, dan is dat nog niet erg, hè? Want er kan er altijd nog een laagje bovenop.
Let wel op dat als u sparkle hebt, dat het iets langer verhit moet worden dan als u matte embossingpoeder hebt. Dus mocht het zo zijn dat als u nu nog delen ziet wat nog niet helemaal gedekt is, even warm maken en dan even een nieuw laagje eroverheen zetten met de embossingpoeder. Zo, dat is klaar. Even kijken, dan ja. Leuk hè? Zie je dat nu de lijnen, de draden zeg maar, die doorgetrokken zijn, die gewoon nu zichtbaar zijn? Ik vind dat zo grappig. Dan ga ik even de draad eruit trekken van de lijmpistool, want die lopen mij helemaal door. En dan trek ik natuurlijk precies de verkeerde eruit. Zal je net zien, hè? Nou, wat gaan we nu doen? We gaan hem helemaal nat sprayen. Echt super nat. En dan brengt u met de flesjes wat inkt op uw craft sheet aan. Gebruik niet te veel kleuren, want als het te bont wordt, is het echt geen mooi gezicht. Of u moet er een bepaald doel bij hebben, dat kan natuurlijk. Nou, wat ga je doen? Je pakt wat inkt op en dat laat je lopen op je papier. En hoe meer water erop zit, hoe meer dat het gaat lopen. En dat is zo mooi om te zien, want je kan het echt zo gaaf aanbrengen dan. En laat het maar lekker lopen. Helemaal geweldig. Neem wel met elke kleur een ander penseeltje. Dan kan ik hem iets dichterbij brengen, dan kan u het zien. Zo. Nou, heb ik drie kleurtjes genomen. En dan is de bovenkant alweer droog, ziet u. Dus dan ga ik hem even nat spuiten. En dan kan dat mooier in elkaar overlopen. Let er wel op dat als u het nu aanbrengt en u gaat het dadelijk drogen, dat het iets lichter wordt van kleur. Kijk, u kan het ook nog een beetje sturen, hè? Als u het niet echt mooi vindt, dan kan u het ook nog sturen. Nou, we gaan nu doen. We gaan het nu even drogen. Ga niet met je hiertoe over de embossingpoeder. Dat had ik van de week. En toen bleef dus mijn lijm en embossingpoeder aan mijn hiertoe plakken. Dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Ik heb ook wel bloopers hoor. Echt waar. Kijk eens hoe gaaf dat hij wordt. Hij wordt echt super mooi. Ik kan hem nog niet helemaal laten zien, want hij is nog niet helemaal droog. En wat u op uw craft sheet hebt, dat zal ik u zo laten zien, daar gaan we ook nog wat mee doen. Althans, ik ga een begin maken en op het volgende workshop filmpje, dan wordt er wat leuks mee gedaan. Kijk, bent u nu niet tevreden en heeft u zoiets van, ja, maar ik wil nog wat meer kleuren erop. Kijk, is die niet gaaf? Helemaal super. Dus je zegt van, nou, ik vind hem eigenlijk nog te flats en ik wil er eigenlijk nog wat meer kleur op. Dan kan u hem gewoon weer nat sprayen en gewoon weer met dezelfde kleuren gewoon weer een laagje erbovenop zetten. Dus u krijgt dan eigenlijk, ja, meer kleur in uw werk. Nou, ik zelf vind dit erg leuk, dus ik hou hem zo. En dit was eigenlijk de workshop. Nou, had ik u net verteld dat dit gedeelte, ja,
Normaal veegt u dat op en dan gooit u het weg. Nou, ik heb hier een tissue en ik veeg het inderdaad op, dat klopt. En ik doe dat ook met diverse kanten. En het leuke is dat ik ook mijn penselen, die ik net gebruikt heb, die spray ik ook. Ook op mijn tissue. En dan zult u zeggen, ja, maar waarvoor doe je dat dan? Nou, ik heb weer bedacht om met dit soort dingen dus een leuke techniek te doen. Dan ga ik binnenkort op een filmpje zetten om te laten zien wat ik met deze tissue en met andere tissues van alle voorbeelden die ik nu gemaakt heb, om daar een leuke kaart van te maken. Ik zal hem uitvouwen voor u. Kijk, zo'n leuke achtergrond. Nou, ik heb er net één gedroogd, want ja, mijn eerste filmpje mislukte dus. Kijk. Is dat niet leuk? Leuk, hè? Maar dat is voor de volgende keer. Gemeen, hè? Ik heb nog twee voorbeelden voor u met de techniek die ik net voorgedaan heb. Dat is deze. Juist, eindelijk. Die heeft hele aparte kleuren. Terwijl ik eigenlijk toch gewoon standaard kleuren heb gebruikt, maar doordat ze zo in elkaar over zijn gelopen, is het apart geworden. En dan zeggen we, ja, maar ja, weet u, je maakt drie van die kaarten en dan ben je klaar. Maar kijk, je kan ook de ondergrond gewoon bestempelen. Dus dan krijg je alweer een extra keuze om leuke dingen te maken. Eerst stempelen en dan de workshop volgen zoals u mij net hebt zien doen. Nou, dit waren de twee voorbeelden die ik heb gemaakt. Op mijn blog komen er nog veel meer. Ik hoop dat u het leuk vond. Ik wel. En tot de volgende keer.